De laatste klant. Dus ja, begin nu maar met inpakken. Mannen, tot aan de overkant, hè? Oh, Giet. De nieuwe winkel staat een halve kilometer verderop, aan de andere kant van de Maas. Die Maassprong betekent tevens een nieuw avontuur met een bedrijf met inmiddels 40 personeelsleden en winkels van Maastricht tot en met Venlo. Waarom start je een nieuwe winkel? Nou, de voornaamste reden is dat de winkel aan de Wolfstraat werd gewoon te klein. Op een zaterdag waren dat tussen de 12 en de 1500 mensen en ja, dat loopt zich gewoon in de weg. Ze krijgen niet de aandacht. Het personeel kan niet de aandacht geven. Het is toch te druk. Dus mensen lopen voorbij omdat het te druk is. Daarbij is het aanbod van Apple dusdanig groot geworden dat het ook niet meer past. We konden niet meer alles laten zien. En de beleving van Apple is toch mooi. Ruimte, laten zien wat je hebt. En hoe de spullen komen dan goed over. Dus we moesten daar gewoon weg. Dus dat is gewoon de belangrijkste reden. Heeft Apple daar ook nog zeg maar, een stem in? Apple heeft daar degelijk een stem in. Je hebt bepaalde eisen en bepaalde eisen moet je voldoen om een Apple Premium reseller te zijn. En een van die eisen is minimaal 75 vierkante meter. En daarachter was maar 50 vierkante meter. Je hebt minstens een frontbreedte nodig van 4. Dat hadden we daar net. Nu hebben we bijna 7 of meer dan 7 zelfs. Dus dat zijn wel absoluut eisen waar die Apple stelt. Om de mensen toch het gevoel te geven dat ze in een goede store lopen. Jullie zijn gegroeid, Apple is gegroeid. Aan ja. Wie ligt het nu? Nou, ik denk wel de combinatie. Apple wil mooie winkels hebben. Wij zorgen dat die winkels mooi zijn. Dat je goed personeel hebt. Dat de beleving voor de klant heel goed is. En dat maakt de marktacceptatie natuurlijk groot. En daardoor groeien wij. En als wij groeien, groeit Apple natuurlijk mee. Het is begonnen in... even goed nadenken. In 1986. Toen ben ik een opleiding informatica gaan doen. En ik heb mijn eerste stageopdracht was bij een prepress bedrijf, een DTP heette dat vroeger nog. Dat was mijn eerste aanraking met een Apple computer en op dat moment had ik zoiets van ja, daar wil ik mee blijven werken. Waarom dan? Ja, het voelt gewoon prettig. Ik ben geen techneut. En ja, het werkt zoals ik denk, zoals ik voelde dat het moest gaan werken en zo werkte het. En dat is in 1986 is dat niet eigenlijk veranderd ten opzichte van nu. Maar hoe kom je dan van zeg maar ICT'er naar verkoper? Ik ben in die DTP-branche terechtgekomen. Dat is uiteindelijk ben ik daar ook weer uit weggegaan. Ik heb toen gesolliciteerd in 1990, ik weet het niet precies meer het jaar, naar een verkoopfunctie van een Apple Center in Maastricht. Dat was een onderdeel van een bedrijf in Hasselt. Die winkel hebben wij toen opgezet. Helaas is dat niet goed afgelopen. En na een enkele jaren ben ik gewoon voor mezelf begonnen, in 1995. En dan had ik wel het idee dat wel zelf zou kunnen, het adviseren van mensen op Apple gebied. En dat was toen echt nog bedrijven in de grafische markt. Nu heb je zeg maar een nieuwe winkel, een grotere winkel, ook een duurdere winkel. Maar kun je met een winkel nog voldoende geld verdienen, al staat er Apple op? Nou, als je één winkel hebt, dan lukt dat niet. Dan zijn de overheadkosten gewoon te groot. Met twee winkels komt het al een klein beetje in de buurt. Je moet er 3 hebben om een beetje winst te kunnen maken. En dat zitten we nu op. We hebben nu 3 winkels in Maastricht en we hebben 1 servicecenter in Maastricht. Dus we hebben eigenlijk 4 locaties waar wij Apple computers verkopen. En dan is het overhead goed te delen over die 4 winkels. En dan kun je wel winst maken als je het goed doet. Gaan we niet straks alles via internet zelf kopen? Apple stimuleert dat ook heel sterk. Ja, nou, ik denk dat er veel inderdaad via internet gaat komen. Je ziet het nu aan de software, de App Store. Ik vind dat zelf jammer aan de ene kant natuurlijk, omdat je verliest een stuk marge. Aan de andere kant is het een geweldige ontwikkeling voor de acceptatie van Apple. Hoe makkelijk dat je nu software kunt kopen. Duizenden pakketten zijn te koop. Er zijn ook honderden pakketten gratis te koop of gratis te downloaden. Dus ik denk dat de acceptatie een stuk groter maakt. Je hebt geen cd'tjes meer, je hoeft niks meer te downloaden, niks meer te kopen. Dus het downloaden wordt mooi geregeld, het updaten van die software wordt mooi geregeld.
Dus ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Kijk, daardoor hoop ik dat de acceptatie van Apple groter wordt en verkopen we ook meer Macs. Je bent in 1995 begonnen als winkelier, om het even plat zo te zeggen. Ja, ik was toen niet winkelier. Ik was toen echt een business-to-business. Bedrijfje vanuit de garage, letterlijk de kelder en de garage in mijn woonhuis. Ja, wat was je omzet toen, het eerste jaar? Het eerste jaar, ik denk een 50.000 euro. En nu? Per week of per maand. Per jaar? Per jaar gaan we dit jaar naar 10 miljoen. 10 miljoen euro? Ja. Dus dat Apple bekend om lage marges, dus je moet waarschijnlijk ook heel veel verkopen. Ja, dat is ook de bedoeling, ja. Je moet veel verkopen om de overheid te kunnen dekken inderdaad. En dan kun je iets overhouden.